Manager? Mooi. En dat was dus een hele gave experience. Dit zijn wel setopnames. Ik gebruik de miniatuurschepen om de zeeschagen na te spelen, zodat we wisten wat we moesten gaan filmen. En toen gingen we dat ook doen, dat echt doen schepen. We hebben geen greenscreen gebruikt in de film. We hebben echt alles met echte boten gedaan op het Markermeer. En we hebben erg veel trots op het resultaat. En ook die views van boven, dat is dus was het ook miniatuur? Nee, die Google Earth Shots, die Google Earth Shots waar je al die schepen hebt, dat was full CGI. Alleen had ik dan het water wel gefilmd, waar de helikopter net helpt. En daarom voelt het een beetje ruw. Ja, precies. Oké, dat was Gilde Ruiter. En nu Redbad, dat is de laatste nieuwe film die we gemaakt hebben. Die film gaat eigenlijk over de 8e eeuw in Nederland. En het is eigenlijk een soort Braveheart-achtige Nederlandse Braveheart, zou je kunnen noemen. Het gaat over de zoon van de koning, die wordt verbannen. En moet eigenlijk terugkomen naar het Nederlandse territorium, waar op dat moment de Friesjes wonen, de vrije mensen. En hij gaat dan die mensen bevrijden van de Franken, die eigenlijk op een hele agressieve manier het christendom proberen in Nederland, of het Nederlandse gebied, om met samen te doen, te forceren. En dan ook gebruik van bepaalde vergoedingen in die tijd, dat er wel in de alles gesproken. Ja, nee, wat we ervoor gekozen hebben is dat iedereen die het Nederlandse gebied leeft, praat Nederlands. Ja. En iedereen die daarbuiten leeft, praat Engels. Dus het is een Nederlands-Engels verveel, waarbij de Vikingen en de Franken Engels praten. En de Frisians, de Nederlanders, praten Nederlands. En als je zo'n film begint, dan begin je eigenlijk met research. Dus er is eigenlijk best veel bekend over Redbad. Dit is bijvoorbeeld een tekening over Redbad die dan gedood gaat worden door Willibrord. En dit is een van de schilderijen over het Redbad. Als je hier kijkt naar de Nederlandse kaart, dan zie je eigenlijk dat boven de Rijn, daar wonen de Friezen, en beneden de Rijn wonen de Franken. En zelfs in het Romeinse Rijk, zijn de Romeinen zijn nooit naar het Noordse territorium gekomen. Daardoor was het Nederlands gebied, maar ook de Saksen, waar de Vikingen wonen, de Hoven, die waren nog steeds in een heidens geloof, een pagan belief. En de Franken wilden dat veranderen. Dat was een stad in een dorpsstad. Dat was een handelsstad die zeg maar in het Friesland gebied lag. En in die stad kon mensen vrij handelen. Die wijk, die dorp, die nu bij Rijken-Duurstein. Is dat Rijken-Duurstein? Ja, Rijken-Duurstein. Dus het is wel grappig dat iedereen zegt dat het een Friese koning is. Ja, het is een Friese koning. Maar het heeft niets te maken met het Friesland van nu. Anders dan het Friesland van nu genoemd is naar de Friesians van toen. Maar in die tijd was het gebied rond Utrecht, was de plek waar dat bouwde koning en dat zeg maar leven. Er is niet zoveel over bekend. Het is een museum, het Redbad, het Blokstadmuseum in Rijken-Duurstein. En daar ben ik naartoe geweest en daar heb ik research gedaan. En dan als je een film gaat maken, dan moet je eigenlijk heel veel inspiratie hebben. Ik ga dan meestal naar kunstwerken toe. Deze Poolse kunstenaar gebruikt ook eigenlijk als inspiratie voor de visuals in Redbad. En deze Tsjech ook. En je moet je voorstellen dat bij de schilderijen wilde ik echt de Rembrandt schilderijen maken. Dat gevoel, dat licht wat jullie zo in de zag van een beetje op. Ik doe de camera, dus ik ben de regisseur en ik doe de camera. En met deze film wil ik meer een andere stylistische vorm gaan zoeken. En dat zocht ik ook in de videogame design. Ik ben een erg videogame player. Want ik speel heel veel meer in mijn tijd. Als ik tijd heb, speel ik videogames. En ik ben erg geïnteresseerd door de design van videogames. En daar ga je locaties zoeken. We hebben bijvoorbeeld een kaart in Denemarken, Duitsland, België en Nederland. En dit zijn wel locatiefoto's. En dan heb je dus dorpsstad wat je eigenlijk moet bouwen. En dat was dus ingewikkeld. Daar is het plan om los op de dorp van na te bouwen. Het was maar onbetaalbaar. En toen vonden we het prehistorische dorp in Eindhoven, straks een flyer die rondgaat. Daar hebben we het merendeel van de film gedraaid. En dat was super cool, want dat was er ook geboren. En dit is allemaal Eindhoven, het prehistorische dorp. En dat hebben we opgebouwd met de dorpsbuis. Dit is een boom in de einde van de. Wat is dat? Filmen.
En dit is de kust in Denemarken waar we de Viking hebben gedraaid. En dan ga je een aantal storyboards doen. Ik ben niet echt een storyboard regisseur, maar ik heb maar meestal maar storyboards om een soort sfeer te creëren. Nou, dit is bijvoorbeeld de openingsshot van Redbad. Die gaan we niet laten zien, die doe ik dan over naar Bisco. Maar dit is de storyboard van de openingsshot van Redbad. En eigenlijk komt de camera echt letterlijk uit de grond omhoog. En zo gaan we het eerst met de video's zien. Dit is een sequentie waar wij de varkens van pek consumeren en in de fik steken. En die gaan al branden door de Doris dan ingelaten. Dat begint heel Doris op te fikken. Dat zit ook in de film. Op dit moment we hebben we het gedraaid met levende varkens die we niet in de fik zetten natuurlijk. Daar zitten kleine LED-lampjes op. En we zijn nu in de computeranimaties en daar nu, zijn we in de fik aan het steken. Ik ben nu nog dag en nacht bezig met de film. En dit is nog meer storyboards van de vrakken die achter Redbad aangaan om de wadden zijn. En dan ga je battles designen. Nou, dit is een topshot. Ik vlieg zelf op de drones. Dus ik heb gemaakt tijdens een scouting maar een topshot van de locaties. Nou, dit is het veld in een moeras in Friesland. En daar hebben we dan de battle van Friesland gedraaid. Als je kijkt, hier gaan we dan zeg maar, ga ik de battle dan designen. Met de beweging van de troepen en wat er dan allemaal gebeuren. En dan ga je die dan dus maken op de set. Ik laat nu even 30 seconden zien op de set. Dat is gedraaid door Dick Maas. Dick Maas was heel even met jullie vrienden, Dick Maas. Die kwam op de set met zijn iPhone. En die heeft mij toen gefilmd dat we draaien waren. Dat daar even in. Waar moeten we eigenlijk wel snel zijn? Want ze hebben nog wat kort. Thank you.
doen als een baas als dit. Wat de scène gaat zien. Dat is echt ongehoord. Dus hier is de scène.